Ja, er is wel heel veel rumoer in speelgoedland, ook vooral onder de ketens. En ja, het is wel een lastige tijd, maar ja, wij proberen daar juist op in te spelen en dat om te draaien. En ja, tot nu toe heeft dat effect. Ja, want wat onderscheidt jullie bijvoorbeeld van andere speelgoedwinkels? We zijn gewoon echt heel eerlijk en we maken ook geen onderscheid tussen bijvoorbeeld mensen of kinderen met een beperking. Voor ons is iedereen wat dat betreft helemaal gelijk en we lopen er ook niet voor weg en we zijn er ook niet bang voor. En, uh, ja, en echte, echte merken uh, die wij voeren. Ja, wij zoeken stad en land af. En ook echt, we zitten buiten de landsgrenzen om te, te kijken naar leuke merken. Sinterklaas is weer in het land. Uh, is het nu de topdrukte? Ja, zeker. Ja, achter de schermen zijn we al enige tijd bezig voor scholen en bedrijven en instellingen. en ja, De laatste weken weten de klanten ons natuurlijk te vinden, maar stiekem zijn we daar vanaf augustus al mee bezig. Want we hebben gewoon eigenlijk het inpakpapier, het gele jaar gereed daar. Welk speelgoed is nou het populairst voor jongens en meisjes? Ja, bij jongens blijft nog steeds het, uh, het traditionele Lego. Maar ja, die hebben zoveel, zoveel leuke thema's. En dat blijft gewoon hartstikke leuk. En ook gewoon miniaturen en autootjes en trekkers waar ze mee kunnen spelen. En uh, ja, meiden is het op dit moment echt wel uh, alles met unicorns en uh, LOL Surprise. Dus de verrassingsballetjes waar leuke poppetjes en accessoires in zitten.